Het was maar 4 graden. Ik zat dus in mijn zwembad. Al een keer denk ik, of ik moet eruit, ik moet eruit. Offeren weer. Ja, ik kan niemand offeren wel. Offeren wel altijd, maar ja. Of, ja. Dan kunnen we de gemeente offeren noemen voor het. Want het is niks als offeren. Ja, maar zo moeilijk dat gemeentehuizen verplaatsen. dat weet ik ook niet. Maar de vrijwilliger van de week kwam het offeren. Ja, dat was een offer, ja. Piet Manders. Man, dan is op alle gebieden thuis. Weerstation. Het paard geldt hij bij, noem maar op. Snoeien. Hij doet alles. Alles deed hij. Ja. Dus even een duimpje voor Piet Manders. Goed bezig. En dan hebben we nog een offertje. Ja, dat mag afgelopen... Afgelopen weekend. Mocht je geen oliebollen bakken, hè? Was het even niet toegestaan door de gemeente. Hij had geen vergunning. Is te hopen dat je dat dit weekend wel mag. We zullen het zien. Oliebollen. Het weer is er weer, hè? Het wordt fris. Ja, dit is er wel weer. Ook in de afval. Ja. En een wolf. Ja, ik heb het steeds dichterbij, hè? Hoogstwaarschijnlijk een wolf. Het was een heel maar het zal er wel aan de zin, denk ik. Dus we hebben het DNA weer afgenomen, te zien, weer controleren of het echt een wolf is geweest. Maar een hoop schapen, schuip kapot. Maar ik ben bang dat je niet lang leeft als je hier aan de beurt blijft. Hoezo die? Ja. Offers maken er korte metten. Ik denk het wel. Offers maken korte metten met de wolf. En een rood kaapje, hadden jullie dat ook al dan? Ja, die zal er bij ons ergens rondlopen, maar de paddenstoelen staan er wel. Het is begonnen. Ja. Het is echt begonnen weer, dat ondanks de corona. Ja. Want het zat er zo allemaal van, hoe gaat het wel deur en hoe gaat het deur. Ja, toch verschillende dorpen weten te vinden. Sinterklaas is in het land. Ja. En op verschillende manieren. Hè? Bijvoorbeeld hier bij Maasduinen Centraal hebben we met een hele leuke Zoom-sessie. Ja, dat zag er goed uit. Zag er goed uit, ja, hè? Was mooi, hè? Samenwerking met het Oranje Comité. Toch goed bekeken. Jazeker. Ja, dus, het was heel leuk met dat grote scherm en al die blagen. Ja, dat is dan nog graag genoeg. En dan zie ik wat kunnen de post wegbrengen. Ja. Dat is jullie, of niet? Ja. En offeren ook. Ja, dat ook. Met de Sinterklaasjournaal. Ja. Dus, dat wordt wel gelijksrechts gewerkt aan het. Hartstikke leuk. Dus de komende weken voor de blagen, dat zit, dat is goed. Dat zit helemaal goed. Dat zit helemaal goed. Hebben we wel gekeken? Of ik heb niet gekeken. Zijn vergeten? Nee. Toen is het Alzheimerjournaal vergeten. Dan hoefde niet naar te kijken. Want dat maakte vanzelf ook. Daags erop werd het toch niet meer. Nee, dat bedoel ik. Dat maak ik zelf ook al met. Ja, ik snap het wel. Maar Alzheimer Café Bergen was weer live. Ook is het leuk dat er zo over verteld werd. Zoals het is. Het taboe wordt eraf. Ja. En daarom kunnen wij er ook grapjes over maken. Ja, goed. Kunnen de mensen zelf ook, dus die dat hebben. Wat zijn er dan? Ja. Ik weet het niet meer. Ja, mozaïek hier in Nijbeer. Ja, ik heb ze zien staan. Hè. Links en rechts zat er een kerstboompje neergezet. Kerstboompjes, ja. En ze hebben de stroom aangelegd voor al die kerstbomen. Ja. Voor de lampjes. En de lood. En de lood, is ook klaar, hè. Ja, ja. Nieuwe laadpaal erbij. Maar je zegt, dat ze een elektrische auto moeten gaan kopen krijgen. Dan zit ik nog te wachten bij grote bomen. De grote. Oh ja. Ja. In de regel kregen we die als cadeautje in Duitsland. Zullen we dat ook nog zien? Ik denk het toch wel, of niet? Ja, ik weet het ook niet. Of is er tegenstand tegen een Duitse boom? Ik weet het niet, daar mag de gratie over. Dat, de boom. Met de corona? Met de corona. Oeh. Dan moet je als in quarantaine. Nee, ook weer offeren we. Wat, ook weer offeren? Ja, die zien voor huis naar offeren. Ja, die zitten in Klein Canada. Oh, zitten ze door. Alles een lijntje. En dan hoop ik dat de eigenaar daar... Meteen vooraf huur gebeurt. Vooraf laten betalen. Want, ja. Want dat doen ze niet geleurig. Nee. 50.000 euro schuld hadden die. Die hebben de hand te knip, zeggen ze al. Henk en Joost, die hebben vanaf april 2019 de huur niet betaald. Ja, kijk. 50.000 euro schuld en dan moeten ze eruit. Ja. Het dynamische duo gaat Bergen verlaten en gaat naar offeren toe. Proficiat, hoor. Zit er blij met? We waren allemaal met dat graai opgeschaft. Of het afvoerputje van de gemeente. Van. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, we zullen me dat niet zeggen. Zitten we erop, Toon? Ja, het was. Het is wel ik te doen de laatste tijd. Hè. Ja, dat moet komen. Dat is gewoon zo. Moeten we het mee doen. Ja. Toen moeten we het maar mee doen.
Ja, dan gaan we maar beginnen aan de oliebollen. Hè. En, hopelijk, veel oliebollen ja, dit weekend, hè. Lekker, op een kubus. Ja. En dan, of Cupido heet het eigenlijk, hè? Cupido oliebollen. Ja, echt waar. Ja, daar word ik een beetje verliefd van. Nou, ja, Cupido, dat is voor mij ook met een anders film, maar ja, goed. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden, even een duimpje. Gaan we delen en reageren. Onderdelen, reageren, een heel fijn weekend. En tot volgende week. Hoi, hè. Blijf gezond. Nou weet ik niet hoe het met de nieuwe burgemeester van Weetsen nou is. Dat weet ik ook niet. Maar ik neem maar dat die wel contact hebben gehad. Even voor Den Boom bedoel je? Ja, 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 ja. Of zou ze hem zelf gaan halen dan? Misschien wel. Met een bijltje. Ja, ja.